Daily Minutes nummer 1595 met een uitzending van vandaag 15 april 2019. Dit is het bulletin van maandag. Nou, de stem wil niet helemaal vandaag. Dat was de afgelopen dagen beter. Vandaag een deel uit de serie over antennes en een deel uit de serie over repeatertechniek. Ik ben helaas wat te laat met het beginnen van de uitzending. Ik had heel veel te doen, maar we zien wel hoe ver ik met deel 2 van de serie over antennes kom. Het is op het moment dat ik dit opschrijf, het is nu veel later al, maar het is op het moment dat ik dit opschrijf 6:54 op maandag. En ik had op dat moment nog niet opgeschreven van deel 2, maar ik weet wel waar ik het over wil hebben. Deel 2 dus van de serie over antennes. De nieuwe serie over antennes. Ik zou in deze serie vooral willen kijken naar een aantal nogal afwijkende antenneontwerpen. Ik begin met de... Voor ontvangst zit ik een beverage antenne te overwegen. Zou je dat wel doen? Beverage betekent frisdrank. Een frisdrankantenne, dat klinkt niet heel serieus. Ze zijn heel goed hoor, vooral bij de zwakke signalen. Ja, dat zal wel. Juist ja, de beverage antenne. Ik kan zo snel niet vinden wanneer deze antenne zijn intrede deed bij de amateurs. Ik denk dat dit in de jaren 70 was, maar het zou best eerder geweest kunnen zijn. De introductie van dit antennetype leidde in elk geval tot een ware revolutie bij de contesters. Op slag telde je op de lage korte golfbanden in de competitie niet meer mee als je niet een dergelijke tamelijk eenvoudige draadantenne had. De antenne wordt overigens alleen gebruikt voor ontvangen. De beverage antenne, ook wel golfantenne genoemd, is een lange golfontvangstantenne die voornamelijk wordt gebruikt in de frequentiebanden onder ruwweg 10 MHz. Ik denk dat lange golf niet helemaal de goede kreet is. Het is een lopende golfantenne, dus een niet resonerende antenne. In ieder geval wordt die inderdaad onder ruwweg 10 MHz gebruikt. De beverage werd uitgevonden door Harold H. Beverage in 1921. Dit type antenne wordt gebruikt door zendamateurs, door korte golfluisteraars en lange golf omroep BX'ers en daarnaast voor militaire toepassingen. Een beverage antenne bestaat uit een horizontale draad van een halve tot meerdere golflengte lang, vaak meer dan 100 meter op HF tot meerdere kilometers voor lange golf. De draad wordt opgehangen boven de grond met de voedingslijn naar de ontvanger op het ene uiteinde en het andere uiteinde dat wordt afgesloten met een weerstand naar aarde. De antenne heeft een richteffect met de hoofdklop van het stralingspatroon met een hoek van een paar graden boven de horizon richting lucht vanaf het uiteinde van de weerstandafsluiting. Dat is een erg lange zin, hè? In ieder geval is het zo dat de antenne, de achterkant zeg maar, is de kant waar de weerstand zit en hij straalt in de lengterichting van de draad, dus niet zoals bij een dipool dwars. Doordat hij dus een paar doordat hij een paar graden boven de horizon naar boven richt, is de antenne ideaal voor het ontvangen van lange afstandsuitzendingen via de ionosfeer. De antenne moet echter zo worden gebouwd dat de draad in de richting van de plek van de zender wijst. De voordelen van de beverage antenne zijn het uitstekende richteffect en daarnaast de grotere bandbreedte dan bij resonerende antennes. De nadelen zijn echter de fysieke grootte die een aanzienlijke oppervlakte vereist en de onmogelijkheid om een zo grote antenne te kunnen draaien. Vaak worden hierom meerdere beverage antennes voor meer richtingen gebruikt om meerdere richtingen te bestrijken. Je moet dan echter niet in de stad zitten, dat zal duidelijk zijn. In het volgende deel gaan we nog wat verder in op deze bijzondere antenne, onder andere op de werking ervan. We zijn nog steeds bezig met repeatertechniek, dit vanwege ATV-repeaters. Vorige afleveringen had ik het over analoge televisie en de techniek daarvan. Het laat zien hoe ingewikkeld dat soort signalen in elkaar kunnen zitten. Het video bestaat in de ether uit enkel zijband, plus draaggolf en een gedeelte van de onderdrukte zijband. Anders dus dan bij SSB met spraak. Deze modulatiesoort wordt restzijbandmodulatie genoemd. Er wordt met de bovenzijband uitgezonden. Vanaf de draaggolf zit van 0 tot 5 MHz om te beginnen de beeldinformatie en afwisselend in de tijd de synchronisatieimpulsen om ervoor te zorgen dat het beeld stilstaat. De synchronisatie wordt omgeven door een gedeelte in het scherm dat ultrazwart is, dit om de beeldpunt de gelegenheid te geven om onzichtbaar naar het beginpunt terug te keren. Boven 5 MHz zit het geluid met breedband FM op een frequentie van 5,5 MHz. In latere jaren kwam er ook ruimte voor een tweede draaggolf bij het in Nederland gebruikte systeem op 5,74 MHz. Deze frequentie kon worden gebruikt om in mono een extra taal uit te zenden, maar ook om op vergelijkbare manier als in de FM-band stereo uit te zenden, waarbij de draaggolf op 5,5 MHz het volledige monogeluid bevatte.
om te laten zien hoe het per land kan verschillen. Het tweede geluidssignaal werd in België op een andere manier uitgezonden in het zogenaamde NICAM of NICAM systeem. Dit is een digitaal systeem met een vroege vorm van geluidscompressie. In Nederland wordt het ook voor ATV gebruikt vanwege het betere geluid dan analoog. In het uitgezonden frequentiespectrum zit bij het in Nederland gebruikte PAL-systeem het kleurensignaal op 4,43 MHz boven de beelddraaggolf. De kleur wordt in fase gemoduleerd, dat wil zeggen dat een afwijking in fase van het binnenkomende signaal, bijvoorbeeld doordat het signaal onderweg ergens gereflecteerd wordt, ook een afwijking in kleur geeft. Het Amerikaanse NTSC-systeem heeft hier relatief veel last van, zoals ik al eerder beschreef. Het was door de ontwikkelaars van de norm kennelijk onderschat. Doordat in Europa kleurentelevisie later werd geïntroduceerd, is dit probleem in de in Europa dominante normen van analoge televisie aangepakt. Bij zowel SECAM als PAL wordt de kleurinformatie per beeldlijn om en om steeds 180 graden in fase gedraaid uitgezonden. Een afwijking in de richting van de ene kleur zal daarop in de eropvolgende beeldlijn een afwijking in precies tegenovergestelde kleur geven. Het resultaat hiervan is dat de kleurafwijking die eventueel optreedt teniet wordt gedaan. Dit gaat ten koste van een beetje detail in het beeld, maar een iets minder scherp beeld is veel minder storend dan een afwijkende kleur. Ik meldde eerder al dat er steeds meer signalen in het tv-signaal gepropt werden. Met name in de beeldlijnen in een deel van het ultrazwart dat wordt uitgezonden was het mogelijk om nog extra signalen in het video te proppen. Een bijzonder soort signalen waren de zogenaamde FITS of FIT-signalen. Deze signalen zaten in de beeldlijnen 17 en 18 verstopt en bij PAL in het tweede halfbeeld in de beeldlijnen 330 en 331 en bij NTSC in het tweede halfbeeld in 280 en 281. Met deze FIT-signalen was het mogelijk om de kwaliteit van het uitgezonden en ontvangen beeld te meten. Onder andere de luminantie, de overshoot, de differentiële versterking en fase, lineariteit van de luminantie, video-eigenschappen, differentiële versterking en fase van het kleurensignaal en eigenschappen van de kleurendraaggolf die kunnen aan de hand van deze signalen worden gemeten. Ook het in België gebruikte NICAM geluidssysteem bevindt zich in deze ongebruikte beeldlijnen. Het bekendste systeem dat gebruik maakt van de verticale blanking bij analoge televisie is het Teletext systeem, dat overigens voor het eerst door de BBC werd uitgezonden. Dat was in 1973 al. Ook de digitale signalen hiervoor bevinden zich in het ultrazwarte deel van de beeldsynchronisatie. Amateurtelevisie op de amateurbanden was lange tijd analoog. De afgelopen 15 jaar kwamen digitale systemen op en inmiddels kun je zeggen dat er zowel veel gebruik gemaakt wordt van analoge als van digitale ATV. In Engeland, een land met veel ATV-activiteit, werd het de afgelopen jaren mogelijk voor mensen met de hoogste machtigingsklasse om te experimenteren tussen 146 en 147 MHz, 1 hele MHz boven de 2 meter band dus, en tussen 70,5 en 71,5, ook een hele MHz, maar dan boven de 4 meter band. De voorkeur hadden daarbij breedbandige digitale experimenten. Vervolgens is er op die manier veelvuldig met smalle vormen van digitale ATV geëxperimenteerd. ATV is normaal wel tot 22 MHz breed in FM, maar in deze bandsegmenten werd geëxperimenteerd met bandbreedtes van 500 tot 600 kHz breed en soms smaller, bijvoorbeeld 300 kHz. Natuurlijk gaat dat ten koste van het detail en of van de beweging in het beeld. Het opent echter wel de mogelijkheid om op ongebruikelijke banden met interessante propagatie met amateurtelevisie te experimenteren. Daarnaast werden de mogelijkheden om analoog op 70 centimeter uit te zenden steeds meer beperkt door de activiteit op deze band. Door smalle vormen van digitale ATV te gebruiken ontstaan voor en amateurs nieuwe mogelijkheden om weer wat met ATV te kunnen doen. Voor zover ik weet is er momenteel in een deel van het land enige activiteit met ATV van enkele honderden kilohertz breed op 10 meter. Behalve dit soort speciale gevallen die momenteel nog niet zo heel vaak voorkomen, zit ATV vooral op 23 cm, 13 cm, een beetje op 9 cm, op 6 cm, op 3 cm, dat laatste dat is 10 GHz. Ook op 24 GHz is er al activiteit en ook in de 47 GHz band. De hoge banden zijn met name ook tijdens ATV-contesten interessant vanwege de multiplier die dat geeft. Tot zover deel 19 over repeatertechniek. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De internetfaciliteiten en studiohardware voor Daily Minutes worden gesponsord door 70MHzShop.nl. 70MHzShop.nl. Whoever hears this is crazy. En microfoon naar retour.